Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan mede op basis van de informatie in het CARICOM Gender Equality Indicators Rapport, oftewel het CARGEI Rapport, het genderbeleid 2019-2023 uitstippelen. Minister Mike Noor Salim geeft aan dat het rapport van groot belang is, omdat het ontbreken van deze informatie stremmend werkt op het ontwikkelen van een gedegen genderbeleid dat gericht is op gendergelijkheid. Het resultaat van interventies kan dan niet gemeten worden. Je kan het helemaal niet meten. En dat maakt het ontzettend moeilijk om genderongelijkheid vast te stellen. We zien dat op 5 gebieden is er data verzameld en geanalyseerd. Met name op het gebied van economische activiteiten, educatie, we hebben gezien gezondheid, publieke participatie en mensenrechten. En door die met de situatie van de mannen te vergelijken, weten we of er sprake is van gendergelijkheid. We kunnen dus gendergelijkheid niet meten wanneer de indicatoren voor gendergelijkheid ontbreken. Dus als we ze niet hebben, kan je gewoon simpelweg dat stukje van gendergelijkheid niet meten. En het rapport geeft ons die informatie, zodat we het beleid beter op de praktijksituatie kunnen laten aansluiten. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Hij heeft onlangs het CARICOM Gender Equality Indicators rapport ontvangen, waarmee het genderbeleid 2019-2023 zal worden uitgestippeld.